In Moskou stonden vanavond demonstranten en agenten recht tegenover elkaar. Bij een groot protest tegen en Poetin en tegen een nieuwe veroordeling van de belangrijkste oppositieleider van Rusland, Alexei Navalny. Duizenden mensen staan bij de muren van het Kremlin in Moskou. Ze zijn president Poetin en zijn regering zat. Dit is voor het eerst in lange tijd dat de Moskovieten weer de straat op gaan. Want het protest is nog niet zo massaal als dat het was in 2011 en 2012. Maar er zit een nieuw elan in. Inmiddels hebben de Russen, behalve met politieke repressie, ook te maken met de financiële crisis. Tussen de tientallen politieagenten is ook de belangrijkste oppositieleider, Alexei Navalny. Hij kondigde zijn komst aan met deze foto op Twitter. Dat hij er is, is bijzonder. Want hij heeft sinds februari huisarrest. Maar al snel wordt hij door de politie meegenomen en terug naar huis gebracht. Tientallen anderen worden gearresteerd. De demonstratie is ook een steunbetuiging aan Navalny. Hij en zijn broer werden vandaag in een nieuwe rechtszaak veroordeeld wegens fraude. Een politiek proces, volgens de oppositie. Navalny hoeft niet de cel in, maar zijn broer wel. En dus is hij boos. Op straat vraagt de politie de mensen om terug te gaan naar hun huis. Inmiddels is de demonstratie voorbij.